Oh jongens, dit ruikt zo goed. Nou, het blijkt gewoon echt meer een soort frietent te zijn. Dit is dus ons eerste plantje. Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een Too Good To Go video voor jullie. Ik heb het laatst ook in Düsseldorf gedaan, maar vandaag ga ik het gewoon weer in Nederland doen. Toen zei ik ook tegen jullie van bij mij thuis heb ik weer allemaal nieuwe tentjes gezien, nieuwe bakkerijen, nieuwe supermarkten, dat soort dingen. Dus die ga ik vandaag samen met jullie openmaken. Ik hoop in ieder geval dat jullie er zin in hebben. Doe dan ook even een duimpje omhoog en dan gaan we meteen beginnen. Voordat ik ga beginnen met de eerste box wil ik nog even zeggen dat dit echt de moeilijkste keer was om boxen te krijgen. Ik had dus 3 hele leuke besteld. Toen bleven ze maar afgezegd worden. Ik snap het ook wel. Het is natuurlijk lockdown. Ik snap niet helemaal dat ze dan van tevoren verkocht werden. Want er stond juist bij van, oh, door de lockdown hebben we eten over. Wat we dus niet kunnen verkopen in de winkel. Het was namelijk bij Big Bazaar en nog een ander bakkerijtje, winkeltje. En ik probeerde de hele tijd trouwens de Zenos te krijgen, want die leek me ook wel heel interessant. Maar dat is me dus allemaal niet gelukt jongens, want ze bleven afgezegd worden. Dus de volgende keer ga ik echt proberen om de Big Bazaar en de Zenos te krijgen en nog een ander, dus dat andere winkeltje. Laat me zeker even weten of jij toevallig al ooit ergens bij die winkels een box hebt gehaald, want ik ben heel erg benieuwd hoe die er dus uitzien. Maar vandaag heb ik dus wel 4 andere boxen die ik samen met jullie ga openmaken. Allereerst deze van de Bakker Bart. Ik was zo blij toen hij ook beschikbaar kwam. Want ja, het was echt... Of in ieder geval toen ik hem ook echt op kon halen. Aangezien het dus de hele tijd afgezegd bleef worden. Maar we gaan dus allereerst met deze beginnen. Het eerste wat erbij zit is dit stokbrood. Oh, en het is een volkoren stokbrood. Nou, past meteen helemaal goed bij de voornemens natuurlijk in januari. Dan gaan we naar dit zakje. En hier zit echt iets van een gebakje in. Oh, kijk, dit is een puddingbroodje. Natuurlijk ook altijd lekker. Oeh, dit ziet er echt wel heel lekker uit. Het volgende zakje. Oh, dit zijn 2 croissantjes. Natuurlijk ook altijd lekker. Ik hoop niet dat hier ook gebak in zit, want dan is het nu wel echt helemaal geplet, denk ik. Maar dat is niet zo. Het zijn... Oeh, 3 kleine broodjes. Kijk even hoe klein deze zijn. Oké, op camera lijken ze best wel groot. Maar in het echt zijn ze echt klein. Dan hebben we nog een zakje. Oh jongens, dit ruikt zo goed. Dit zijn dus van die kaasstengels. Deze zit erin. En nog eentje. Hier zitten ook pompoenpitten op. Hier deze niet. Oké, de pompoenpitten vallen er nu ook vanaf. Maar dit ruikt echt... amazing. Oké, dit gaat heel lekker worden. En dit is natuurlijk ook altijd iets, in ieder geval voor mij, waar de Bakker Bart onbekend staat. Misschien komt het ook omdat mijn zusje echt fan is van deze kaasstengels. Maar vroeger, toen ik dus op de middelbare school zat, had iedereen het altijd over de kaasstengels van de Bakker Bart. Dus dit moet me nou echt aan denken. Dan hebben we nog deze bruine bolletjes. En als allerlaatste nog deze, ook meer met zaden erop. Ik wilde zeggen pompoenpitten, maar dit zijn andere zaadjes. Maar dat zijn dus deze. Dit was dus de eerste box. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is heel erg veel. Maar als ik naar de andere box kijk, lijkt dit gewoon nog de kleinste eigenlijk die erbij zit. In ieder geval van de bakkerijen en de supermarkten. Deze was €4,99. Dus ik vind dat ik echt een hoge waarde heb gekregen. Zeker als je ook kijkt naar puddingbroodje en croissantjes en kaasstengels. En nou ja, van alles. Jullie hebben het gezien. Dus ik ben hier zeker blij mee. We gaan door naar de volgende box. En waarom ik dus net zei dat die van net eigenlijk nog het kleinst leek, is omdat we nu naar de grootste gaan. Namelijk van de co-op. Hij is echt gewoon bijna niet eens te tillen. En er staan ook nog wat andere dingetjes los bij. Allereerst hebben we hier dus dit plantje. En dit is dus krulpeterselie. Ik weet niet of alle peterselie krulpeterselie is, maar ik heb nog nooit echt... krulpeterselie specifiek gezien. En ik dacht dus in het begin dat deze weg moest, omdat hier geen pot omheen zat. Ik dacht, hoort dat? Maar het staat er dus ook echt op dat ze dus helemaal biologisch doen en dus dat een pot niet nodig is. Maar dit is dus ons eerste plantje. Wat er nog meer naast stond is deze roomboter. Dit is ongezouten roomboter in de vorm van een kerstklok. Ik vind het trouwens heel knap dat dat steeltje het de hele tijd overleefd heeft. En ik vind het zelf ook altijd heel erg leuk om dit met de kerst en zo op tafel te zetten. Je ziet natuurlijk nu dat ze al dit soort kerstartikelen uit het assortiment doen. Wij hadden dit jaar ook een... Ik dacht een kruidenboter, maar volgens mij was het trouwens ook gewoon een boter. In de vorm van dus een kerstman. Ik vind het altijd heel grappig. Het is natuurlijk al kerst geweest, maar alsnog leuk. En leuk dat ze dit natuurlijk nu allemaal weggeven. Dan hebben we ook nog deze rauwkost. En dan gaan we nu verder naar de tas. Het eerste wat we hier hebben is, ik wilde zeggen kwark, maar dat is het niet. Je spreekt het uit als, of in ieder geval je schrijft het als kwarg. Dus K-V-A-R-G. Er staat ook dat het nummer 1 in Zweden is. Ik heb het al vaker in de supermarkt zien staan. En ik denk dus dat je in Zweden kwark als kwarg schrijft. Ik vind het een hele aparte naam. Dit is in ieder geval met vanille smaak. En het is van het merk Lindahl's. Sorry als ik het niet goed uitspreek. Maar ja, het ziet er op zich wel goed uit. En dat is dus deze pot. Ik ben benieuwd of een van jullie al eerder zo'n kwarg iets op heeft. Dan hebben we deze Mona pudding. En dit is met de smaak dan blanche. Natuurlijk altijd lekker. Al moet ik zeggen, ik eet echt nooit Mona eigenlijk. Echt letterlijk nooit. Ik heb het misschien 1 keer in de afgelopen 5 jaar op. Maar dus wel leuk om weer een keertje te proberen. Dan hebben we deze botersla met tomaat. Ik ga er een beetje snel doorheen vandaag, want anders dan zijn we echt over een half uur nog niet klaar. Dit is in ieder geval een wokgroente in Thaise stijl. Zo, dit is echt niet normaal. Zoals ik al zei, ik denk dus dat dit een beetje ook komt dat ze gewoon allerlei vleeswaren nu naar de feestdagen of zo eruit aan het doen zijn. Maar dit is echt wel al veel waarde, moet ik zeggen. Dit is landham. Nog een keer. Nog een keer. Dit is andere ham. En dit is grillworst. Ik hou hier zelf niet heel erg van. Maar hier thuis verder wel. Dus dit gaat vast en zeker op. Nou ja, op weet ik niet. Want het is wel heel veel, moet ik zeggen. Dan hebben we hier nog een spitskool. Ik weet niet. Ik blijf gewoon altijd een beetje lachen om die naam bij die spitskool. Ik weet niet. Heel dom. Dan gaan we naar deze pekannoten. Ook altijd lekker. Hier hebben we nog een rundvleessalade van Yoma. En als allerlaatste hebben we deze beenham met honingmosterd. Ik heb echt zoveel gekregen. Je merkt gewoon dat ze die feestdagen dingen er allemaal aan het uitdoen zijn. En ja, ik heb hier maar 4,99 voor betaald. Dus moet je nagaan. Ik vond het zeker een goede box. Ik vind niet alles lekker. Maar dat maakt niet uit, want het gaat hier echt wel op. En dan gaan we door naar de volgende box. En dat is dus deze. Deze box is van Broodje App. En ik dacht dus iets met broodjes. Ik dacht een soort broodjeszaak of weet ik veel wat. Nou, het blijkt gewoon echt meer een soort frietent te zijn. Kijk maar, als je naar deze zak kijkt, het ruikt hier ook helemaal naar een soort frietent lucht. Maar dat is dus deze zak. En het zit dus in een tankstation. Ik moet heel eerlijk zijn, het is best wel dichtbij hier. En ik wist gewoon totaal niet waar het zat. Maar het zit dus in een tankstation. Allereerst hebben we dit zakje en zit er een broodje, hoe noem je het? Sausijzenbroodje bij. En hier ook nog een kaasbroodje. Ja, het ruikt zo lekker dit. Het ruikt zo lekker, zo'n kaasbroodje. En dan hebben we hier nog een... Oeh, een frikandelbroodje. Ik ben benieuwd of jullie dat lekker vinden. Ik af en toe wel en af en toe ook helemaal niet. Dan hebben we nog een frikandelbroodje. En nog een... Wat is dit eigenlijk? Het is geen frikandel. Is het een gehakt iets? Geen idee. Ik bestel het normaal nooit bij de frietent, maar deze dus. Ja, ik denk dat het gewoon een soort gehaktstaaf is. En we hebben er dus ook nog mayonaise en ketchup bij gekregen. Ja, dit waren dus zeker niet de broodjes die ik verwachtte. Ik had eerder een broodje gezond of zo verwacht. Maar dit is natuurlijk ook helemaal prima. Deze box was 3,33. En mijn zusjes zijn nog mooi thuis. Die hebben nog mooi vakantie. Dus die zullen het vast niet erg vinden dat ik net deze box heb opgehaald. Dus dat gaat zeker goed komen. En dan gaan we alweer door naar de laatste box. En dat is deze broodbox van Mook. Toch? De echte bakker. Volgens mij iets van Mook. Ik weet niet of dat dan één van de bakkerijen is. Maar het is dus in ieder geval van de echte bakker. Allereerst hebben we hier gewoon een volkorenbrood. Wat is dit? Dit ziet er interessant uit. Dit heet... Oké, ik heb hier nog nooit van gehoord. Dit heet een herfstwind. Ja, letterlijk gewoon herfst en daarachter dus wind. Kent iemand dit? Ik ken het niet. Er zitten in ieder geval genoeg zaden en pitjes op. En Ik ben benieuwd of er ook een soort vulling in zit. Oh, er staat op. Gevuld met bitterkoekjes, krenten, rozijnen, kaneelsuiker en amandelen. Oké, dit klinkt heel interessant. Ik ben benieuwd hoe dit gaat smaken. Dan hebben we nog een brood zoals de eerste. En ik denk dat de broden daar gewoon de vriezer in gaan. Want ik heb hier dus nog eentje. Oké, ik laat het echt steeds... Ik gooi alles hier neer. En het gaat gewoon een keer vallen. Maar dat maakt niet uit. Dan hebben we hier nog een half brood. Oh, dit is echt niet normaal. En dit is een croissantje. En als allerlaatste hebben we deze kwarkbolletjes. Er zit in ieder geval heel veel suiker op. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit smaakt. Ik heb dit nog nooit op. Ik hoor er wel altijd over dat mensen dit heel lekker vinden. Maar ik ben benieuwd hoe dit gaat smaken. En dat zijn dus deze. Deze box was dus ook 4,99. Ja, zoals ik al zei, ik vond alle boxen van vandaag heel erg goed. Ik vind de frieten nog een beetje raar dat ik echt niet in de gaten had dat het zoiets zou worden. Maar dit zijn dus alle boxen van vandaag. Ik ben heel erg benieuwd welke jullie het leukst vonden. Het meeste waard. Dus laat het zeker even weten in de reacties. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker even niet te abonneren op mijn kanaal en het belletje aan te zetten. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!